Kale Kees had natuurlijk ook bedacht hoe hij Wendy in bed zou krijgen. Nee zeg. Nee, helemaal niet. Wendy, je moet hem niet geloven hoor. Loog Kale Kees. De laatste uitzendkracht had hij al binnen 3 dagen tussen de lakens. Maar ben je toch een lul? Moet je nou met elke vrouw die je komt werken het nest in? Je hebt seks op je of niet, hè? Zo. Maar Kale Kees wist niet dat Leo 2 dagen eerder de vrouw van Kees had bestegen. Dat is gelul, dat is niet waar. Sorry, het was 3 dagen. Je wilt toch niet zeggen dat jij met mij net hier... Wil je nou, als Nettie tekort komt, dan moet toch iemand dat doen, hè? Hij komt. Terwijl er een titanenstrijd dreigde te ontstaan tussen de 2 compagnons. Titanenstrijd, knoppartij. Maar Mariska was ook geen lievertje.